Anna op dit moment. Anna, vertel eens even, wat is er te doen met al die doppen? Nou, naast mij zit Jan van der Waal en die gaat daar van alles over vertellen. We zijn er inderdaad op de Zwaluwhoeve 13 in Delfzijl. En Jan, vertel, doppen inzamelen. Nou, ik heb zelf ook even gekeken wat ik aan doppen weggooi. Dat is een hal waard. Ja, dat klopt helemaal. Het is, je denkt een paar dopjes van de flessen. Drinkflessen, nee, dat is veel meer tandpasta en van de pasta doppen. Nou, drinkflessen natuurlijk. Van alles wat drijft, of tenminste, je mag geen reclame maken. Maar het is van, van de afwasmiddelen. Je hebt zoveel wat allemaal doppen zijn. En die kunnen allemaal ingezameld worden. En dat is allemaal speciaal voor de blinde geleidhonden. Nou, daar hadden we er natuurlijk een discussie over. Van welke doppen? Je hebt ook doppen die zitten op spuitbussen. Mag dat ook allemaal? Ja, dat mag ook allemaal van de slagroomspuitbussen. Maar ook allemaal. Die doppen zelf die er allemaal toe zitten. Maar ook dat nipje wat erin zit. Okay. Dat kan je afhalen. Dat is allemaal plastic. Kan allemaal ingezameld worden. Ja, want je mag natuurlijk niet verpakkingen. Dat mag natuurlijk niet. Nee, dat klopt. Dat mag niet. Geen verpakkingen. Alleen, het gaat puur om doppen. En nou, hoe lang ben jij al bij deze vereniging dan? Nog niet zo lang. Dit is nog maar een beetje de eerste maand eigenlijk. Ik verzamel al jaren eigenlijk. Maar we zijn nu inzamelpunt geworden. Hier in Tuikerts. In Delfzijl. Dus... Het gaat hartstikke goed. Maar je hebt zelf geen hond? Nee. Mijn broer is ook blind, die is ook bijna blind, helemaal nog niet. Die ziet heel slecht. Maar die loopt met een blinde geleidestok. En hij probeert ook een hond te krijgen, tenminste via de stichting. Ja. Hé, hey, en dan had ik nog wat van. Die doppen worden dan ingezameld. Maar hoe raak je die doppen dan kwijt en hoe krijg je dan geld daarvoor? Ik zamel ze in en dan kunnen ze naar Donderen toe, dat is een verzamelplek. Donderen? Donderen, dat is in Drenthe, vlakbij Vries. Daar kunnen ze ook in leven. Er zijn heel veel verzamelplekken in Nederland waar ze in kunnen leven. Maar heel veel mensen weten dat niet, dus ik ben ermee begonnen nu. Dus hier in Tuikerts, nou, we zijn de enige hier in Tuikerts. Ja. En maar nou worden die doppen dan, die breng je daar dan heen en dan... Dan gaan ze naar een soort fabriek, daar worden ze omgesmolten tot nieuwe plastic. Oké, en die fabriek geven jullie daar geld voor? Ja, 22 cent per kilo ongeveer. Dat is nogal een beetje, hè? Een kilo, als je daar een dop, maar dat weegt niks. Dat klopt helemaal, het is plusminus ongeveer de 400 per kilo. 400 doppen plusminus ongeveer. 400? Ja, dat is heel wat. Ja, ja. Hé, hey, en nou zijn we hier bij jou en nou heb je dan ook nog iets van dat je andere acties gaat doen? Om er toch maar weer een beetje, ik dacht bijvoorbeeld bij de bij de supermarkten iets. Dat op zich niet. Ik zit samen met mijn broer in een bandje. We zijn samen de Hairboys en dat is ook, daar vragen we geen geld voor. Dat doen we niet. Het is puur onkostenvergoeding krijgen we daarvoor. Dat ligt een beetje aan de kant. Dat gaat ook naar de blinde geleidehonden. Ja, maar ik kan me voorstellen, want ik zag jou voorbij komen bij Vliedhoven, dat ze daar misschien ook dan doppen geven. Dat komt allemaal nog. Daar zijn we druk mee bezig. Want daar gebruiken ze natuurlijk ook heel veel van dat soort spullen. En denk... Ja, klopt helemaal. En ook in Appingedam. Mijn broer woont in Damstereert. In de woning van Damstereert. Ja. Daar gaan we ook allemaal binnenkort mee aan de gang. Ja, maar dat is natuurlijk een schot in de roos als je dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Wordt aangewerkt. Heel goed, heel goed. Heb je verder nog iets op je... Ja, agenda staan wat je nog wil aanpakken. Ja, zoveel. Ik ben een actief iemand, dus een bezige baasje zeggen ze altijd. Ja. Maar zo'n blinde geleidehond kost rond op €35.000 eentje. Oh. Dus dat kost heel veel op geld. Ja. En ze wordt door de zorgverzekeraars wordt een heel klein beetje vergoed. Maar ja, dat moet je allemaal door sponsoren en door acties. Nou, dan is jouw broer vast wel heel blij met jou. Zeker. Dat kan je wel zeggen, ja. Hey, ben ik nog iets vergeten te vragen? Wil je nog iets kwijt? Ja, op de advertentie op Eems Delta zag ik een foutje staan. KNFG. Het is KNGF. Koninklijke Nederlandse Geleidehondenfonds. Jan, bedankt voor dit gesprek. En ik... Wat zegt u? Inleveradres. En het inleveradres is... Klaverweide 13. Nee, oh god! Zwaluwhoeve, sorry. Zwaluwhoeve 13 in Delfzijl. Ja, dat klopt helemaal, in Tuikerts, Delfzijl. Hey, Jan, bedankt. En ik hoop dat het een groot succes wordt.
Klopt helemaal goed.